bij een gloednieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen pakt uit. En onze ster van deze week is Albert Smelt. Albert speelt in een band, hij maakt mensen beter en hij is presentator van Top Docs. Ja, wat kan Albert eigenlijk niet? Daarom is het de hoogste tijd om Albert te vragen of hij wil zingen en dansen in een videoclip van Kinderen voor Kinderen. Iedereen heeft talent. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eens even kijken waar Albert nu mee bezig is. Femke en Milo, kom erbij. Hey Femke, wat wil jij weten van Albert? Welk instrument hij speelt. Oh ja, en jij Milo? Ik ben wel benieuwd hoe het is om Top Docs te presenteren. Oh ja, goede vraag. Oké, succes jongens, ik zie jullie snel. Oké, doei! Omdat ik hou van reizen en ik zit in een band. Maar je bent toch dokter? Zit je dan in een band? Ja, allebei. Speel je ook een instrument? Ja. En welk instrument vind je dan het leukst om te doen? Het is leuk natuurlijk als je gewoon van alles kunt proberen, want dan kun je ontdekken wat nou je talent is. Ja. Voor mij was het echt blaasinstrumenten, dat vind ik het allercoolst. Maar ik ga het wel even met jullie kijken of jullie er ook talent voor hebben. Wacht, even aan de kant. Oh, stoppen! Op de remmen, 1, 2. Alrighty. Even wat instrumenten proberen, ja? Kom. Ook proberen? Ja. Nee, met alle talenten is het zo, hè? Hoe meer tijd je erin investeert, hoe beter je wordt. Zo, hé. Nou, en ik presenteer dus Top Docs op Zep. En ik moet vandaag nog YouTube-filmpjes maken. Uh-huh. Want op YouTube beantwoord ik vragen over je lijf. Ja. En jullie kunnen me daarbij wel helpen. Maar dan moeten we toch naar de studio? Nee, want die YouTube-filmpjes maak ik thuis gewoon. Oh, leuk. Handig. Kijk, kom. Hier neem ik dus al de Top Docs op, de filmpjes voor de mensen thuis. Maar ja, dan moeten we dit nog wel even ombouwen tot home studio. Ja. Zeg Albert, waarom ben je eigenlijk dokter geworden? Omdat ik biologie heel cool vond en omdat ik mensen wilde helpen. Dan doen we de tafel aan de kant. Super zwaar. Deze zetten we hier maar neer. Dan even de telescoop om. Ik pak de camera. We worden echte dokters. Oké, welke vraag zullen we doen voor de YouTubers? Ik weet er één. Oké. Hoe komt eelt op je voeten? Dikke leuke. Camera erbij. Zal ik hem drukken? Okay. Ja, druk jij hem. En dan zeg je... Hey allemaal. We hebben een vraag die we gaan beantwoorden. En dat is, hoe komt er nou eigenlijk eelt op je... voeten. Eelt op je voeten ontstaat als er meer druk op je voetzolen komt. En als je meer druk hebt op je huid, ontstaat daar een dikkere laag, zodat je huid gewoon meer kan hebben. Ja. Dus als je veel op blote voeten loopt, krijg je vanzelf meer eelt en kun je beter tegen steentjes op het strand. Nou, handig. Handig, ja. 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 Staat erop. En waar zijn jullie nou eigenlijk goed in? Ik ben goed te zingen en dansen. Ja, ik ook. Cool. En jij? Ja, ik kan wel een beetje bewegen, maar echt van die moeilijke dansen met allemaal stapjes vind ik echt heel lastig. Dat kunnen we je wel leren, maar dan moet je wel in onze videoclip van Iedereen Heeft Talent meedoen. Oh, oké. Iedereen heeft talent, twijfel maar niet, je gaat het wel ontdekken, want we kunnen allemaal iets goeds. Het maakt niet uit wat je doet, iedereen heeft talent. Yeah, 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 yeah. We gaan hier
dan een nieuwe versie van maken? Ja. Nou, ik weet niet of ik er talent voor heb, dat dansen, maar ik wil het wel doen. Ik vind het wel leuk om te leren. We gaan het proberen. Oké. Okay. Doen we. Hey, goedemorgen. Ik heb er zin in, ja. Ik vind het ook wel een beetje spannend, want dansen en zingen tegelijk vind ik nog wel een dingetje, hoor. Maakt niet uit wat je doet, iedereen heeft talent. Yeah. Net in mijn busje heb ik gewoon dat nummer heel hard opgezet, natuurlijk. En meegezongen. En toen lang is het viool mee in school, gewoon erop te spelen. Dat moet als het goed is nu goed gaan. Maar echt van dat soort stapjes. En dan ook nog de tekst goed onthouden, dat alles tegelijk moet. Trek die benen maar op. En toen lang is het viool mee in school, gewoon erop te spelen. Oh. Naar die toren bij. Ja, ik vind het gewoon echt een leuk nummer. Dus dat helpt al heel erg. Ik vind de tekst ook echt heel goed, waar. Dus ik vind het wel cool om dat zeg maar te preachen vandaag met dit liedje. Je kunt allemaal iets cools. Het maakt niet uit wat je doet. Iedereen heeft talent. Yeah! En nou, dansen nog. De laatste keer dat ik heb gedanst is middelbare school of zoiets. Hey. Heb je er zin in? Ja. Ik zie het. Ik ben al warm. We kunnen gewoon gelijk bezig gaan. We kunnen ook kiezen voor jouw pasjes. Of gaan we toch voor de pasjes van Kinderen voor Kinderen? Nee, ik wil jouwers. Oké, okay, kom. Gaan we gelijk beginnen. Hey! Femke, Milo, hi! 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 Eén stukje heb ik dan niet helemaal. Dat ging iets anders. Zullen we hem dan nog maar even oefenen? Ja, graag, ja. Komt-ie. En toen nam hij zijn viool mee naar school, gewoon erop te spelen. Oh, die. Ja, die vind ik moeilijk. Iedereen heeft talent. Ja, ja. Nou. Okay. Het is zover. Het moment, Albert, in een nieuwe videoclip met Kinderen voor Kinderen. Ben je er klaar voor? Helemaal. Ja? Ja. Je bent al even sportoefeningen aan het doen. Heel goed, hebben we aan gewerkt. Heb je nu geen spijt van dat je ja hebt gezegd? Nee. We gaan het liedje gewoon mooi vertolken. Dit moet Nederland horen. Yes. En het komt helemaal goed. Ik heb er zin in. Ga lekker klaarstaan. Ik kondig je aan. Veel succes, want hier is Albert Smelt met Iedereen heeft talent. Hij is minder goed in rekenen, maar de beste met muziek. Oh, en zij kan zo goed tekenen, je weet niet wat je ziet. En toen nam hij zijn viool mee naar school, begon erop te spelen. We hebben een idool erbij, en zij heeft op een dag onze klas zo gaaf getekend. Het lijkt wel op een schilderij. Kijk ze shinen, iedereen heeft. Kan je zingen, dansen, zelf een liedje spelen? Doe maar mee en kom erbij. Wil je turnen, hockeyen, voetballen of skaten? Als je maar jezelf kan zijn, iedereen heeft talent. Iedereen heeft talent. Twijfel maar niet, je gaat het wel ontdekken. Want we kunnen allemaal iets goeds. Maakt niet uit wat je doet, iedereen heeft talent. Wow, Albert, nou, je stond hier als een echte rockster. Ja. Yeah. Hoe ging het? Ja, ik vond het een hele gave ervaring. Ja, het zag er zo tof uit met jullie allemaal. Geweldig, hoor. Wat is jouw talent? Laat het hier weten onder in de comments. En als je meer wil weten over Kinderen voor Kinderen Pakt Uit, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Doei! Volgende keer in Kinderen voor Kinderen Pakt Uit, Tess Milne.